Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Voordat deze video begint, vraag ik jullie allemaal eventjes te abonneren. We gaan zo lekker de laatste tijd. En like even, we gaan voor 3000 likes, dus like zeker even. Geef een reactie dat je bent geabonneerd en dan geef ik jouw reactie een hartje. Veel kijkzien! Ja, nou we gaan jongens. Nou we gaan, laten we gaan. Auw! Ik mag er eindelijk uit. Oh, dat was een heftig ongeluk. Laten we nu lekker terug naar huis gaan. Ik ben wel blij dat ik even die opa's niet met rust kan laten. Ik ben blij dat ze nu denken dat ik dood ben. Misschien denken ze wel. Ze dachten volgens mij dat ik er niet meer was. Dus laten we nu gewoon lekker naar huis gaan. Ja, snap ik, Gerard. Oh nee. Ik hoor Gerard niet. Maar jullie zijn goedemiddag. Hier ook. Goedemiddag, meneer. Oh, nee. Kunnen we even? Wij werken hier. Toos, waar zijn je armen? Die zijn hier. Geamputeerd. Ja. Is het niet tijd dat jullie even naar de kapper gaan, Wie? Vind je mijn kapper wel niet mooi? Nee. Ik wil eruit. Oké, kapper. Ik neem deze twee doktoren wel mee. Oké. Ja. Zie je? Dat is ook goed. Dan kan ik, als er nog iets gebeurt, komt van pas. Komt van pas. Nou jongens, ik neem de twee doktoren mee. Oh. Jongens! Nou jongens, geen zorgen, ik heb die twee doktoren bij me. Gerard, het is er gebeurd. Oh. Nee, zeg maar niet dat je weer. Gerard, nee toch? Oh. Gerard, ik heb die twee doktoren voor je. Ik heb ze meegenomen. Waar staat er maar ik heb ze meegenomen voor je. Oh ja, Toos ligt op de kop. Toos, Toos! Hallo! Toos! Gaat het? Jongens, waarom staan jullie ondersteboven? Ik duw het voertuig wel. Oh, Toos! Jongens, waarom staan jullie ondersteboven? Help, Gerard, wat doe je? Oké, Toos, ik trek je er even uit. Ik heb hier twee doktoren voor je, kom maar. Ja, dat is goed. Oh. Ja, goed zo. Oh, je hebt ja, goed zo. Oh, jeetje. Nou, stap in. De twee doktoren hier kunnen helpen. Staan ze er bij jou nog? Nee. Bij eentje. Wij staan er nog twee. Laten we naar de kapper gaan. Misschien dat hun ook wat haar kunnen krijgen. Ze zijn allebei kaal. Hij knipt gewoon door je hoedje heen. Hij knipt je hoedje gewoon stuk. Is mijn hoedje kapot? Ja, hij heeft je hoedje kapot geknipt. Ik zie het overal je haar doorheen. Nee. 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 Ja! Ja! Terug! Terug! Nee! Nee, ik terug. Ja! Ja! Gerard gaat weer kaal. Thank you, ik heb hier 3 maanden voor gespaard, man. En nu ben je weer kaal. Doei, Toos. Dag, Henkie. Doei, Toos. Ik ga weer terug naar het eiland. Waarom? Naar mijn apen. Doei. Doei. Waar is Gerard? Au! Goedendag, meneer. Hallo. Kan ik u echt mee helpen? Ik heb twee vermiste mensen opgegeven. Twee vermiste mensen? Ja. Zijn er toevallig twee mensen in hun oude tijd? Dus ze zijn tegen de dood aan, ja. Tegen de dood? Tegen de dood zelfs, ja. Volgens mij hebben ze juist de misdrijf. Oh, daar zijn ze! Hey, ik wilde jullie net als vermist opgeven. Oh ja, we zijn vermist. Kom, Gerard. Ik heb ze gevonden, meneer. Nee, we zijn vermist. Kan ik niet afrekenen? Als ik hard genoeg spring. Dat zou ik niet doen. Dat gaat pijn doen. Wat waren jullie aan het doen? Toos! Toos! Zet jullie auto? Ja. Wat kom jij doen hier? Hey. Ik heb de auto gestolen. Verstop me in dit steentje, jongens. Ik verstop me in dit steentje. Kijk, en nu zijn ze me kwijt. En dan parkeer ik de auto gewoon weer hier. Kijk, daar reden ze! Daar reden ze! Nou, ik ga maar weer aangifte doen dat die twee opa's een auto hebben gestolen. Want ik weet zeker dat die niet van hun is. Ja. Die opa's die stelen een auto. Stelen een auto? Ja, ze stelen een auto. Voor het politiebureau? Ja, voor het politiebureau. Wil je nou een auto stelen voor het politiebureau? Klopt. Henkie is vermist, jongens. Je moet ze nu aanhouden. Oh, Henkie, je bent er weer. Hé, is die auto voor jullie, jongens? Nou, dan gaan we weer. Doei, sukkels! Oh, stap in. Stap in, Gerard. Stap in! Gerard! We hadden bijna prio 1 melden. Ik heb een toespraak gehad, hè. Toos is... Echt? Toos is nieuw bij het korps. Toos is nieuw, dus we moeten vluchten voor Toos. Oké, dan ga ik een breakcheck doen op Toos. Let op, hè. Breakcheck. We moeten hem afschudden. Oké, okay, Oké, dat is jouw opdracht. Schud hem af, zonder hem dat hij doorheeft. Oké, hij heeft het niet door. Let op hoe hem afschudden, hè. Dit gaat hij nooit doorhebben. Auw. Auw. Nou, waar hebben jullie? Auw. Eén keer hier verprutst het. Nee, kijk maar. Gas. Handen omhoog! Ja, ik heb handen omhoog! Jij ook handen omhoog! Het is klaar met jou! Hoezo? Het is klaar met jou! Op je knieën!
Op jullie knieën! Op mijn knieën! Nu. Op je knieën! Echt op je knieën met je handen in je nek. Knieën! Knieën met de handen in je nek. Ja, hoe moet dat? Hij doet het niet! Hij doet het niet meer! Op je kont! Ik zit op mijn knieën! Op je kont! Zitten! Nee! Zitten met de handen omhoog! Ja, nu je handen omhoog! Handen omhoog, goed zo! Gerard, wat doe je? Gerard, je hebt je rug gedraaid! En nu blijven jullie staan. Geen verdachte beweging maken, hè? Ik schiet jullie neer. Ik ga langzaam naar achter. Als jullie een verdachte beweging maken, schiet ik jullie neer, hè? Nee! Hé, blijf staan! Blijf staan! Zou het niet doen! Blijf staan, ik schiet! Nee, ik ga! Ik moet vluchten! Ik moet vluchten voor ze! Oh, hier kan ik vluchten. Ze gaan ze me niet vinden. Hier vinden ze me niet. Hier vinden ze me nooit. Hier vinden ze me nooit. Echo! Echo! Echo, echo. Nee! Ze hebben me gevonden! Oh, nee. Help. Oh, ik moet vluchten. Kijk eens. Blijf staan! Nee! Laat me met rust! Nee. Laat me nou alleen! Jullie zijn te traag. Ah! Oh, dat is niet slim. Au! Ik zou maar niet springen. Ik ga schieten. Nee, je hebt geen pistool. Laat me met rust. Oh, help. Alle trams in Hilverveen stil laten staan. Breekie, alles laten stilstaan. Ik heb niet door dat ik deze kant weer op ren. Doei, sukkels. Nu zijn jullie de klos. Nu pak ik jullie auto weer. Jawel. Jullie zijn de klos nu. Pas op, het is glad hier. Kijk, en ze zijn veel te traag voor mij. Ik schud ze zo af. Zo. Oh, hey! Probeert u nou mijn scooter te stelen, meneer? Hallo? Doe maar alsjeblieft voor me open. Ze zijn moordlustig, alsjeblieft. Alsjeblieft. Meneer, dit is mijn MWZ scooter. Ik ben deze auto hier aan het bekeuren. Ga weg! Hey, meneer, ik ben deze auto aan het bekeuren. Nou, je bekeurde mijn kont. Kom hier! Nee, te laat nu! Oké, jongens, we verstoppen in de kerk. Auw! In de kerk mogen ze niks. In de kerk mogen ze helemaal niks. We verstoppen ons hier. Auw, snel de kerk in. Oh, snel naar binnen. Ja. Oké, hier verstoppen we ons. Hanky! Bedankt voor de motor, losers! Bedankt voor de motor! Het is nu mijn motor! Hij is nu van mij! Auw! Auw! Hij schrikt me helemaal de pleuris, joh! Gerard! En nou blijf je staan! Nee, wat is hij nou? Hallo? Je zal me nooit vinden. Hanky, waar ben je? Jij lelijke snoel! Je zal me nooit vinden. Waar ben je? Nee, je moet even zeggen waar je heen gaat, want dan komen we er even naartoe, kunnen we het even bespreken. Nee, je gaat me nooit vinden. Je gaat me nooit vinden. Nee, dat klopt. Jullie hebben geen flauw idee waar... Hey! Yeah! Help! Jullie vinden me nooit. Wel. Laat me met rust! Gerard, we stonden net naast Henkie. Laat me met rust! De volging, Henkie. Nee! Rij je, Toos. We hebben Gerard achtergelaten. Ja, alweer. Pas op, Toos. Ik ben de beste coureur van Roerveen. Toos, ik moet krasloten kopen. Oh, zeg dat dan. Oh! Wat doe je allemaal? Ja, kom stap dan. Stap op, Gerard, stap op. Ja. Of niet. Oh! Nee, Gerard! Oh, Gerard! Gerard! Hij bent nog te veel aangereden! Ik zag het op de lezen! Gerard, hij bent nog te veel aangereden! Nee! Hij bent nog een keer aangereden voor de tweede keer! Ik zat niet op de lezen! Oh, sorry! Hij is echt twee keer, hij vloog en weg en hij is daarna nog een keer aangereden! Ik zat niet op te letten, sorry. Gerard is altijd het gevolg van zinloos geweld. Waarom word ik ook weer twee keer aangereden? Eén keer is al erg genoeg. Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat hij even naar het ziekenhuis moet brengen. Kom even over het zebrapad, Gerard. Ik heb heel even geleend, want ik moet jullie even naar het ziekenhuis brengen. Maar waarom rennen die man achter ons aan dan? Kom maar, Gerard, dan gaan we dit even goed regelen. Stap maar in, dan regelen we dit even goed. Wat zou je dan doen? Gerard, die valt door de grond telkens. Gerard! Het mollenspel is klaar, kom maar weer omhoog. Henkie. Zo, waar gaat de reis naartoe, heren? We brengen Henkie naar de martelkamer. Oh ja. Dat is goed, Gerard. En we gaan hem martelen en herhalen alles naar boven wat hij verkeerd heeft gedaan. Doe dan, ik vertel jullie niks. Echt wel? Ik vertel jullie niks. Hoezo niet? Toos, waar is de martelkamer dan? Ik heb een goede martelkamer waar jullie mij kunnen martelen. Sinds wanneer helpt degene die wordt gemarteld ons? Sinds... hij het lekker vindt. Dit is gek. Ja, vind ik een beetje vreemd. Maar iedereen zou zijn hobby natuurlijk. Wil je niet, koekje? Ja hoor, dat is goed. Niet doen. Trouwens, niet ervan vreemde aannemen.
je niet meer zelf even een hapje? Toos niet mijn vreemde aan. Is het lekker? Ja, is lekker. Ja hoor, lekker. Ik hoef geen koekje. Ik eet hem zo op. Je gaat alles zeggen, wat je wat maar willen. Ik vertel niks. Maar rustig aan, jongens. Au. En waar moet ik heen? Ja, daar naar rechts. Oké, ja. En dan? Oh, wacht. Kom even terug. Ik zie nog even een krabbeltje zitten. Ja. Oh ja, nee, dat snap ik natuurlijk. Mag dat met die grote dikke stift? Ja hoor. Oké, prima. Handtekening erbij? Nee, dat is vaak een krabbeltje, maar dat maakt niet uit. Oh, ik heb gewoon een krabbeltje gezet. En we gaan weer door. Kom maar. Ja, daar gaan we. Oh nee, bedoel ik. Ja! Hoofd! Arm! Schouder, ga maar zitten. Oh, dat is een milkshakeje. Wacht even hoor. Oh, lekker. Wil je er ook een, zo? Ja hoor. Je gaat praten, vriend. Je gaat ons alles vertellen over makkers en plakkers. Die is dood. Echt? Ja. Waarom ga je er vanavond over de... Wat? Waarom ben je de... Gisteren. Ik wil antwoorden. Gisteren! Antwoorden. Gisteren. Waar kom jij nou vandaan? Antwoord! Jij stond er nog niet eens! Kijk naar het midden! Nee! Volg het midden! Links, rechts! Ik vertel jullie alles. Je valt onder diepe hypnose. Waar ligt jouw kluis in jouw huis? Ik heb geen kluis, ik ben arm. Waar is de kluis? Ik ben arm, ik heb geen kluis! Nee. Even een testvraag. Ja. Wie zijn wij? Opa Toos en opa Gerard. Wat zijn wij van jou? Investeringen. En waarvoor? Uiteindelijk meer abonnees op mijn kanaal. Wat is het wachtwoord van je YouTube kanaal? Ik vertel jullie niks meer. Jullie moeten me martelen als jullie iets uit me willen krijgen. Links, rechts, woef, hey! Jullie winnen nooit van mij! Nee, ik ga buiten staan! Jullie winnen nooit van mij! Ik heb de deur op slot gedaan! Dan pak ik Gerard! Nee! Dan pak ik Gerard! Dat is goed, doe maar! Dan pak ik Gerard! Jullie kunnen niet winnen van mij! Dan pak ik Gerard! Het is klaar nu! Nee, deze kun je krijgen! Het is klaar met Gerard! Gerard, het is klaar met jou! Au! Deze kun je krijgen! Au! Ik heb je haak in zijn jas gedaan! Au! 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 Ja! Nee! Ontsnapping! Au! Goedendag jongens! Wat is er hier aan de hand? Hey, kunnen jullie allemaal even meelopen naar buiten? Of is iedereen spontaan zijn tong verloren? Nou ja, nee, ze zijn niet eens spontaan maar flauw gevallen, denk ik, of zo. Ja, we hebben Henk hier gemarteld hier. Die Henk hier gemarteld? Waarom? Ja, kijk, zie die zijn haar. Ja, hij wou niet praten. Wat wou hij niet zeggen dan? Waar de kluis stond met alle nootmuskaatkoekjes. Oh, ik heb nootmuskaatkoekjes buiten hoor, bij mijn auto. Ja, maar als ik niet meeloop, dan word ik graag. Ja, ik heb nootmuskaatkoekjes. Oh, daar kom ik wel mee. Kom je lekker mee? Ja, ik kom wel mee. Wil je er aangifte van doen? Henk. Was het verdiend? Oh, ik moet instappen, jullie willen vluchten. Wacht, schrijf even op Gerard. Goed zo. Ja, laten we even niet vluchten. We gaan vluchten! Ze hebben ons gevonden! Rennen! Klimmen! Au! Au! Toos! Blijf even staan! Ik kom niet over de hek! Toos, blijf even staan! Ja, au! Toos! Gerard is die kant van zien naar de bedoeling van om te vluchten. Ja, nee, ik werd wederom ontvoerd. Nou werd je weer ontvoerd. Nee, ik werd echt ontvoerd. Nou, jij bent vrijwillig ingestapt. Nee, je zag je niet wat er dwang erachter zat. Nee. Er zat heftige dwang. Moet ik instappen? Oh, Gerard, schuif even op, dan kan ik instappen. Ja, ik ben ingestapt. Oh, dan gaan we nu vluchten. Doei! Nee, zo is het niet gegaan. Zo voelt jij het. Kijk, als ik zou ontsnappen, zou het er zo uitzien! Ah! Wat doe je nou? Ontsnappen! Au jee. Au. Ja, waar lig je dan? Henkie, we moeten jou nog martelen. Nee, laat me nou met rust. Help! Help! Henkie, schreeuw tussen deze val. Help. Henkie? Au, nee. Au! Henkie? Au, mijn hoofd! Henkie, wat doe je raar?